Hoi, hallo, ik ben Jeroen. Welkom in deze video. Vandaag ga ik even uitleggen wat er mis is met mijn uploads. Het is namelijk een klein beetje mis. Misschien had je het gemerkt, misschien volg je me op Twitter. Op Twitter heb ik nog gezegd, hey, mijn computer is kapot. Hoi, leuk. Dit is een baas, een held, een vriend van mij, Jordi, Darkje, die rendert alles voor mij. Alleen, ik heb dus 12 video's in de week wacht. Op Kodaf Games 9. Op Kodaf 1. En op ELT 2, ja, dat is 12 video's in de week. En ik kan het volledig begrijpen, want hij heeft ook nog dagelijkse video's. Dan moet hij 19 video's in de week renderen. Dat is best veel. Zijn computer is ook niet de allerbeste. Maar op mijn eigen computer kan ik niet meer renderen. Dan loopt de boel vast. Dus dat is een beetje balen. Dus ik baal er enorm van. Ik ben aan het werken, hard sparen voor een game PC. Dus er was een giveaway op Facebook van, hey, like ons, je kan een game PC winnen. Heb ik geprobeerd. De winnaar is voor mij nog niet bekend, dus ik moet nog even kijken wanneer het was. En dan ga ik het in de gaten houden en dan ga ik ze weer niet liken. Fuck jullie allemaal, ik ga niet liken. ja, dus dat weet je dat. Dat er uploads grommelig staan, want hij moet ze alles renderen. En ik begrijp volledig dat ik het niet afkrijg. Want ik moet het dus maken en dan moet ik het... Heb ik een mooi handig programmaatje voor. Hij heet Handbrake. Komt van een Franse site af, maar het programma is heel Engels. Super handig. Dus ik neem het op met Fraps. Daarna doe ik lekker Handbrake eroverheen. Hoppakee, stuk kleiner. Kan ik via WeTransfer naar hem toe sturen. Webcam stuk naar hem toe. Hij edit het ook nog voor mij, wat super geweldig is. Er zijn een paar series die ik zelf ga editen. Pokémon. En binnenkort een nieuwe custom map samen met Jordi. Super vet. We hebben 6 van de 10 afleveringen opgenomen. Wordt echt vet. Zeker een aanrader. Je moet hem maar even af editen. Maar het is echt dikke editing. Ik in je oor. Fucking nice. Echt waar. Echt een aanrader die serie. Maar hij moet dus renderen. En dat is kut. Ja, dat is kut. Want hij moet dus renderen en weer kleiner maken. Want hij rendert dus een super goede kwaliteit. En dan gaat hij hem kleiner maken. En dan stuurt hij hem weer terug. En dat kost dan weer tijd. Want zijn computer is ook niet het beste. Want even kijken. Wat? Ik zal hem even vragen... of je tijd heeft. Hey, heb je tijd? Hey, heb je tijd? Update video opnemen. Zo. Als hij op tijd reageert, dan stop ik hem erin. Dan kan ik vragen hoe lang hij rendert. Maar zij rendert alles voor mij. En dat is gewoon echt de baas dat hij dat doet. En weet je. Oh ja. Kom. Ik bel hem. Gaan we kijken hoor. Hoi Jordi. Je zit in de video. Welke video? Update video. Ik ben aan het uitleggen waarom mijn uploads rommelig en chaotisch zijn. Nou, het renderen duurt vrekkens lang. Hoe lang? Meer dan een uur en 30 minuten. Ze doen het steeds langer. Zie je? Dat zeg ik. Het duurt super lang. En dan 12 video's in de week renderen is 12 keer 1,5 uur. Ik zal het nu bij deze uitrekenen. 12 keer 1,5 is 18 uur. Dus alles wat ik in de week heb, renderen is 18 uur. Maar dan heb je speeders die je meerdere keer moet rennen. Dus je komt dik over die 20 uur heen. Met ja, wat... en dan heb je de dag er geen zin meer in en dan stop je al een week of zo. Ja, maar dan heb je ook nog de video's die zelf moeten doen, hè? Ja. Oh, hij moet superveel aan. Dan kan je, zeg maar, als je rent, kan je niks anders doen. En dan heb je ook nog wel eens wat mislukt. Dus dat is echt heel erg kut. Donaties worden nu geaccepteerd. Nee, geintje. Ik doe geen donaties. Plus als ik een donatie krijg, dan kan ik er niks mee. Want dan zal waarschijnlijk één iemand een euro doneren, maar... Heb je wel 1 euro? Ja. Hey. 1 euro. Een game PC samenstellen. Fucking euro. Ja, game PC samenstellen kom ik wat ik nu heb. Ik moet namelijk nog beeldschermen en de PC zelf. Wat ik dus nu heb, kom ik per rond de 1000 euro uit. Voor beeldschermen en een PC. Toetsenbord heb ik, muis heb ik. Headset heb ik, ja, weet je, dan stel ik die microfoon uit. Ja, ik denk niet, ik denk dat ik die microfoon wel gewoon gelijk doe, want dan heb ik namelijk de stem al een stuk beter. Dus ik zit te twijfelen, weet je, jullie moeten me helpen. Ik kan gaan voor minder video's in de week. Of ik kan gewoon gaan voor, ja, ik bedoel alles, maar alles is chaos, alles is door elkaar. En de helft komt niet op tijd online. Dus, ja, ik laat aan jullie de keus. Of Jordi, ik laat aan jou de keus ook, gedeeltelijk. Wat is jouw keus? Heb ik een keus? Je hebt een keus. Wil je minder video's renderen of zeg je, weet je wat, ik probeer het allemaal. En als het niet op tijd komt, jammer dan. Probeer het allemaal, ik wil het toch wel doen. Oké, okay, hij gaat er volledig voor. Ik wil sowieso de vers of een gastrol op Edel, die wil ik sowieso constant houden om eigenlijk nou kunnen ze te laat komen.
Vooral de gamefeeders kunnen te laat komen. De speedruns. Die moeten. De fast die staat bovenaan op mijn lijstje. Die heeft de hoogste prioriteit. Daaronder staat speedarts. En daaronder staan dingen. Trouwens, ik livestream wel. Ik livestream Pokémon's trainen. Ik livestream tekeningen maken. Ik livestream Gamecube spellen. Dus weet je, twitch.tv/Kodaaf. Staat waarschijnlijk gewoon in de beschrijving. Het staat in al mijn beschrijvingen. De standaard beschrijving. Hier. Heb ik deze? Nee, deze heb ik nog niet gelivestreamd, maar dan kan ik gaan livestreamen. Legend of Zelda Twilight Princess. Moet de Let's Play ook nog iets van maken. Weet je wat ik doe? Bioshock en... hoe heet die andere? South Park. Die heb ik allebei bijna uitgespeeld volgens mij. Dan ga ik er gewoon een paar Gamecube spellen en dan stop ik geen intro voor. Ik bedoel, neem ik het op met OBS, geen intro ervoor. En dan heb ik... content. Dan heb je wel heel kort eventjes zwart in het begin. Van een secondje of zo, maar dan heb ik content. En die kan ik dan hoeven geen editing nog plukken, maar gelijk online. Zoiets zou wel kunnen werken. Ik kan ook sowieso verder met een Legend of Zelda. Zou ik ze misschien, nou, een Legend of Zelda, dan kan ik Pokémon ook zo doen. Dan blijft de layout, want komt er wel later geedit. Komt er ook geen intro voor. Dan heb je die twee als series al goed. Met dan alleen Minecraft editen. Lijkt mij een strak plan. Wat zeg jij ervan, Jordi? Jordi. Jordi is er niet meer, hij is weg. Oké. Hopelijk begrijpen jullie mij. Hopelijk gaan jullie 1000 euro doneren. Of een game PC. Sorry, microfoon. Oh, deed mijn microfoon kut. Mijn microfoon deed kut. Oh, jouw microfoon deed kut. Oké, maar wat zeg jij ervan? Als ik dan gewoon een Gamecube spel 2 keer in de week gooi, Pokémon 2 keer in de week, en dan zit Pokémon de layout, zeg maar, per aflevering aanpassen, het niet live wordt geüpdate. Want dan kan ik. Dan hoef ik ze niet te editen, stop ik er geen intro voor. Dan heb ik in het begin wel een heel klein beetje opstart, weet je. Mijn webcam die. Zoals je bij dit zag, begint dus van zwart veet naar dit in. Don't ask me why. Waarschijnlijk omdat mijn computer niet heel geweldig goed is. Maar ja, dat soort dingen kan ik dan doen. Ik kan trouwens bij Gamecube kan ik geen webcam. Dan flip mijn hele computer. Dus. Ik weet niet, ik heb op meerdere manieren geprobeerd, maar. Het lukt niet. I don't know. Okay. Heb je nog een alternatieve oplossing? Laat het achter in de reacties, weet je. Ik ben benieuwd wat jullie willen. Ik zou gaan voor de speedrun 1 keer per week. Fast 2 keer per week. En op mijn eigen kanaal. Pokémon. Minecraft. En Zelda. Dat lijkt me het makkelijkste. Ik word gebeld. Ik ga eten. Dat is het einde van de video. Dus duimpje voor support. Hopelijk snappen jullie nu waarom de uploads groot zijn. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Later.